natuurlijk zoete popcorn, hè? Wasjes gevonden. Ja, W is ook klaar. Oh, mooi. Blauw, lekker. Wat jij dat? Nee. Au. Vast de popcorn zo meteen is geworden. Zo ziet het er nu uit. Tada! 1, 2. Hey, Duitse. Kijk, dat is een leuke. Een hele goeie. Goedemorgen. Morgen. Waar zijn de Bellingers? Ja, familievloggers. En leuk dat je weer kijkt. Het is dinsdagochtend. Mami. Zit je weer een beetje in het ritme? Mami. Ja. Nou, het ritme. We hebben een uurtje gesnoes. Om 7 uur zijn we. Uurtje we moeten eruit. We moeten er. Ja, om 6 uur gaat het. Ja. Ze hebben nog een uurtje gesnoes. Maar ja, toch 7 uur zonder een avond. Zo, heb je er zin in, Lucille? Ja. Hoe was het gisteren bij jouw groep 1? Leuk? Heel leuk. Ja? Mega leuk. Mega leuk. Dat is goed hoor. En Luan? Hoe was jouw groep 3? Leuk. Ook heel leuk? Selectie. Gaan we een lekkere iets klaarmaken. Nou, papa heeft lekkere boterhammen worstbroodjes voor de Luan, alsjeblieft, mijn jongen. Uit deze tuin. Ja, sorry, ik zal verhalen, maar. Dat was de tuin van Eden. Zo, wij gaan weer op de fiets naar school. Ik breng Luan naar school en Lucilla. Luan gaat gewoon weer lekker met de fiets, want het ging gisteren hartstikke goed. En daarna ga ik heel eventjes door met Luxie in de bakfiets naar de Action. Heel eventjes wat inkoopjes doen voor Luan's tractatie. Want Luan is natuurlijk 7 jaar geworden in de vakantie. En ik ga straks even aan de juffrouw vragen of het oké is als hij morgen of overmorgen kan tracteren op school. Dus we gaan straks, als hij thuis komt, gaan we een tractatie maken. En daarvoor moet ik even wat spulletjes in huis halen. En dat ga ik zo doen met Luxie. Ja, ik heb die andere naar school gebracht. Ik heb veel e-mails en telefoontjes. Wat werk, denk ik. Zien jullie straks. Doeg. Zo, we hebben Luan en Lucilla net naar school gebracht. We gaan nu eerst even naar de supermarkt wat ingrediëntjes kopen voor Luan. Morgen mag hij tracteren en we gaan straks iets heel lekkers maken. Op. Ze hebben hier alleen nog maar zoute popcorn. Maar we willen natuurlijk zoete popcorn, hè? Ja, we moeten even naar een andere supermarkt, goed? Kom, gaan we even naar een andere supermarkt, want hij is hier op. Nou, Luxie, we zijn bij de volgende supermarkt. We moeten hier even zoeken, hè? Kleurstoffen, dat hebben we ook nodig. Ja, hoe ga je dat nou doen? Mama! Ja, moet je eromheen lopen. Ga er maar in, doe er maar in. Ja. Popcorn. Boodschapjes en billen en nu gaan we op naar de Action. Zo, we zijn aangekomen bij de Action. Dan gaan we eens even kijken of we hier bakjes kunnen vinden om de popcorn in te serveren voor de tractatie. Voor de tractatie van Luan had ik dus iets van popcorn, of iets met popcorn in gedachten. Ik ben een beetje zelfgepofte popcorn. En ik had dus wat boodschapjes gedaan bij de supermarkt. En ik denk, ik zal even wat laten zien wat ik heb gekocht. Ik weet nog niet precies helemaal hoe ik het ga maken. Het is een klein beetje à la vara, zeg maar. Ik weet al een beetje hoe je de popcorn kan versieren. Maar voor het grotendeel is een beetje mijn creatieve creatie eigenlijk. Nou, ik had wat suiker nodig. Ik wist niet zeker of ik die nog had, dus ik had suiker. En ik heb hier dus deze popcorn, zoete popcorn, magnetron pof dingetjes. Dus je moet een magnetron doen en dan poffen ze. Ik wist niet precies hoeveel er in één pakje zit. Er staat 3 porties op. Maar ja, ik denk dat het wel wat grotere porties zijn. En dat het niet heel veel, je krijgt niet zo heel veel in voor een tractatie, hoef je niet zo super veel. Maar ik dacht ook nog, aangezien ik mezelf ken, als het mislukt, dan heb ik nog een extra, dat een beetje. En ik dacht ook misschien nog wel leuk om te versieren met mini marshmallows, met kleurstoffen. Dat je een kleurtje er doorheen krijgt en met wat chocopinnetjes doorheen. Het is misschien wel grappig om een klein beetje leuke variatie te doen. Ik had poedersuiker, maar toen kwam ik ook deze poedersuiker tegen, dus poederpret. En dat zijn allemaal kleuren, poedersuiker. Ik weet niet of je dat goed ziet, maar het is misschien ook wel leuk om daar wat mee te doen. Dat ze een soort regenboog popcorn krijgen.
om die popcorn een beetje te versieren. Oh ja, ja, en ik moest nog luiers hebben. Dus ik heb nog 2 pakken luiers. En ik heb voor de Action heb ik ook gewoon even wat gepakt in de Action. Ik wil dus in een leuk bakje doen. En ik weet niet precies wat voor bakjes. Ik had eerst deze. Maar die zijn wel erg groot. En daarna had ik deze. Maar ik vind ze... Oh, dit is schatje, het pokje weer uit. Ik vind de bekertjes, ja, dit bekertje is nog wel leuk, maar deze bekers vind ik echt niet mooi. Dus die zou ik dan even moeten verven om ze een ander kleurtje te maken, denk ik. Maar ik weet niet wat ik handiger vind om te gaan doen. Ik denk, ja, ik kan ook nog iets van de leuke stokjes erin doen of zo. Leuke prikkertjes. Deze prikkertjes leken me ook wel leuk. Die heb ik ook nog bij voor te versieren. Alleen, het staat niet echt bij elkaar. Dus ik dacht, misschien kun je deze dan toch nog verven. En dan een leuk prikkertje erbij in doen met die regenboogpopcorn. Dan hebben we een soort van zoete regenboog popcorn tractatie met leuke versiezeltjes in. En ja, het is natuurlijk niet zo super veel popcorn, maar een klein beetje popcorn. Dus ja, dat is een beetje wat ik in gedachten had om te maken voor de tractatie van Luan. Dat kunnen we straks doen als hij uit school komt. En ik had natuurlijk nog wat meer dingetjes bij de Action gehaald. We hebben best wel last van muggen. Vooral boven, Luan en Lucilla en Luxie, die hebben wel hoortjes voor de ramen. Maar ons helemaal boven hebben we niet echt een raam waar een hoor voor kan. Dus we hebben toch nog best wel wat mugjes in huis. Dus vandaar deze muggen insecten dingetjes. En dit is ook nog zo'n muggenvang ding. En een citroen anti-muggenparaat ding. Een citroengeurtje en nog van die citroenkaarsjes. Ja, ik dacht ook misschien wel leuk om een keer zelf ijsjes te maken. Dus die heb ik ook meegenomen. Wat wasknijpers heb ik nog nodig. Verlengsnoer, nog een lampje. Nog zo'n spuitje voor het lekkere geurtje in huis. Dus dat heb ik ook nog een beetje van... Oh ja, nog wat papiertjes. Wat knutselpapiertjes. Die van Luan, die vindt hij altijd leuk. En nog wat leuke, wat elastiekjes en wat haardingetjes. Nog even bij de Action gehaald. Ik ga dit zo heel even opruimen. En heel even goed bedenken hoe ik nou precies die tractatie wil. En ik heb van dit superleuke dienblad. Kijk, zo'n rond dienblad gehaald. Waar we dus de tractatie op kunnen zetten. Om dan in de klas te tracteren, zeg maar. Voor de zekerheid had ik er nog één, want ik weet niet of het past. Dus ik heb 2 van dit soort dienbladen erbij. Dus, we gaan zien wat het gaat worden. We hadden nog wat over van het tuinfeestje van het weekend. Dus we hebben de kippetjes als lunch. En ik heb hier een lekkere salade. Ja, Luxie. Oh, nee, Luxie die wil bij mij spelen. En ik heb een lekkere smoothie. Die vind jij ook wel lekker, hè? Kom hier, wat is het? Ga even wat eten maken. Lust jij dit? Lust jij dat? Dus proeven. Nee, ze lust het niet. Lekker kippetje. Vind je het zo lekker, hè? Nou, dan maak ik voor jou een broodje, goed? Lekker plakje ontbijtkoek. Al is het een lunch. Eigenlijk is het dan een lunchkoek. Ja, en buiten is het warm, hè? Even lekker binnen eten. Ik ga zo eventjes wat dingetjes voorbereiden voor de tractatie. Ik heb hier dus deze bekertjes ga ik dus gebruiken. Die andere vond ik echt te groot. Alleen ik vind het printje niet zo heel erg leuk. Voor een regenboog popcorn in te doen. Dus wat ga ik doen? Ik denk ik ga even kijken of ik nog verf in huis heb. En dat hebben we vast wel. Als ik naar deze knutselspelletjeskast kijk. En dan kan ik misschien heel even wat leuke kleurtjes erop verven. Ja, schatje. Ja, en als ik dat straks ga doen met de kinderen erbij, dan denk ik niet dat ik nog tijd heb om nog helemaal de popcorn te gaan maken. Want ze hebben vandaag een lange dag op school. Dus ik denk dat ik het gewoon even zelf een beetje wat ga verven. Dan is het hopelijk ook droog. Hey, liefie. Mooi. Dan is het hopelijk ook droog als de kinderen straks in huis komen. Wat kon ik er nou nog meer bij doen? Ik heb nu oh ja, en blauw. Blauw hoort ook misschien nog een beetje bij. Luxie roept echt wel 100 keer mama op een dag. Ik weet niet of het ouders zijn die dit herkennen. Ze is nu 1,5 en de hele dag door mama, mama, mama. En dan iedere keer, oh ja, mooi, kijk, oh ja, mooi. En dan zit ze dus daar op de bank met de camera van Luan te spelen. En dan moet ik even kijken hoe ze het doet. En soms word je er wel een beetje gek van. Maar goed. Ja, mooi, ik zie het, mooi. Ja, jij ook, mama ook, jij ook. Ja, ze doet mij gewoon na. Luxie klaar. Soms is het ook echt klaar hoor. Luxie klaar. Wat bij Luxie helpt. Ik sta nog steeds op dit krukje. Wat misschien wel een leuke tip is. Of ja, tenminste mijn ervaring is. Wat ik nu een beetje bij Luxie merk. Soms doet ze echt een beetje stout zeg maar. Of dan is ze vervelend. En dan gaat ze heel hard gillen. En dat gillen wil ik er echt een beetje uit hebben. Omdat ze nu ook al best wel bewust is van dat soort dingen. En dan gaat ze zich achterover gooien als ze haar zin niet krijgt. Ja, als ze haar zin niet krijgt of zo, dan gaat ze zichzelf achterover gooien en dat soort dingen. Dus,
Soms heb ik er, ik heb er al een paar keer even op de gang gezet. En dat vindt ze echt niet leuk. Dus als ik dan zeg van, oh Luxie, pas op, anders ga je op de gang. Ga je op de gang? Nee. En dan weet ze, oh, de gang. En dan stopt ze vaak dus met gillen. Dus dat heb ik dus gemerkt. Dat voor nu wel eventjes helpt. Maar goed, ik was bezig met verf pakken. En ik moet ook even kwastjes. Hebben we nog kwastjes? Kwastjes hebben. Please, laten we nog kwastjes hebben. Even kijken hoor. Wacht even. Even, ah. Ja. Kwastjes gevonden. Kwastjes gevonden. Dus ik ga heel eventjes wat bekertjes verven in een regenboogkleurtje. Zodat ze straks droog zijn als de kinderen thuiskomen. En dan kan ik daar gaan kijken wat ik met de popcorn kan gaan doen. Dus voor mij is het de eerste keer dat ik dit maak. Ga je mama helpen? Dus ik ben benieuwd of het mama gaat lukken. Maar we gaan vanzelf zien. Vind ik het grappig om zo even een keer te knutselen aan tafel zonder... Dat ik iedere keer gestoord met de Lua naar de Silla, wou ik zeggen. Maar ik heb nou iedere keer Luxie. Oké. Mooi, Luxie. We gaan het gewoon proberen. Je hebt natuurlijk wel een onderliggend printje. Maar goed. We gaan eerst even een laagje geel aanbrengen. Ja, het schijnt wel door. Nou ja. Het zij zo. Dan doen we een linkje groen. Die is al wat donkerder. Kijk. Oh, mooi, liefie. Mooi. Dat is een Luxie die bij mij onderaan haar aandacht te vragen. Nou, kijk, zo gaat het een beetje. Je ziet natuurlijk wel het printje er nog gewoon doorheen. Dus het is natuurlijk een beetje verf. Nou, dat is toch wel een leuk effect. We hebben toch enigszins een... Oh. Een beetje een regenboogbakje, wou ik zeggen. Nou, en zo zit je al vrij snel onder de verf. Zonder dat je de kinderen erbij hebt zitten. Moet je nagaan. Moet je nagaan. Mama. Ja. Mama. Ja. Mama. Ja. Mama. Luxie. Dit is een beetje het pakje. En ik ga even door met de hele stapel. De eerste lading die is klaar met een regenboogbekertjes. Dit zijn er 13. Passen precies op deze ronde schaal, maar ik moet denk ik nog wel op die andere, het andere dienblad moet ook nog wel even bij, want het zijn iets meer dan 13 kinderen. In de 20 kinderen. Maar goed, deze verf zetten we even te drogen. Hier buiten in het zonnetje. Gaat dat denk ik toch het snelst? Dat ziet er wel super leuk uit. Ja, mooie Luxie. Het is niet het allernetste, maar goed, dat maakt ook niet zo heel veel uit. Het is maar een tractatie. Maar Luxie, mooi hè? Luxie heeft mama heel goed geholpen, schatje. Zeg, het is altijd wel weer een beetje een uitdaging om een beetje een leuke originele tractatie te maken voor de kinderen. Normaal gesproken hebben we eigenlijk bijna altijd wel iets van fruitspiesjes of zo. Maar goed, ik denk nou, nou weer fruitspiesjes te doen. Vind ik ook weer zo wat. Ik wil een keertje wat anders. En zodoende dat ik dus op dit ideetje kwam. Door een beetje wat te googelen. En oké, popcorn is misschien wel niet het allergezondste. Maar goed, een keertje mag dat toch ook wel weer. Even een beetje een lekker... Iets wat minder gezond dingetje dan een fruitspiesje. Want dat is toch ook wel een keertje leuk voor de afwisseling. Zo, en die blad 2 is ook klaar. Die zet ik ook even hier in de zon. Naast die andere. Oeh, te drogen. Kijk, het ziet er toch wel heel erg leuk uit. Al zeg ik het zelf. Zo, ik ben ook maar meteen eventjes de popcorn gaan poffen in een magnetron, super handig. Gewoon zo'n zakje en daar zit dan van die popcorn maiskolven in. Even krijgen. Ja. Kijk, en die leg je gewoon zo in de magnetron. Dan 2,5 minuutjes in de magnetron en dan poffen ze en dan hebben we lekker warme, verse popcorn. En nou ja, vers uit het zakje dan. Maar hij ruikt wel heel erg lekker. Kijk, doen we hem dicht. Hoppatee. En dan 1. Zo. En nu even wachten tot hij gaat poffen. En ondertussen ziet dit er toch wel heel erg verleidelijk uit. Mama. Ja, en dat vindt Luxie ook. Wil je ook eentje? Ja. Oeh, lekker, lekker. Mama ook hoor. Heerlijk warme popcorn. En de popcorn is uitgepoft. En nou is
dit zakje het resultaat. Gaan we eens even kijken in hoeverre die er mooi uitkomt. Klein beetje uitkijken, want hij is nog een beetje heet. Maar het voelt wel goed. Een beetje warm. Aha, kijk eens. Oh no. Oeh, dit ruikt altijd zo super lekker. Dit is de popcorn. En die kunnen we in de schaal doen. Nou, ik ga zo de kinderen van school halen, maar ik heb inmiddels alles een beetje klaargezet. Ik heb hier dus 2 volle popcornbakken, gewoon naturel popcorn. En hier heb ik dus 3 kleurstoffen, geel, rood en blauw. En ik heb 3 bakjes waarin ik dat straks kan mengen. En een kannetje erbij, dan doe ik een beetje poedersuiker erin en een beetje water erbij. En dan doe ik een beetje kleurstof bij, dat roeren en dan de popcorn er doorheen husselen. En dan heeft de popcorn dus een kleurtje gekregen. En wat misschien ook nog leuk is om een klein beetje te versieren, is wat topics erbovenop te doen. Dus ik heb van die mini marshmallows en van die chocolade dip dingetjes. Ja, en ik had ook nog deze leuke gekleurde poedersuiker, maar misschien wordt het een beetje veel. Maar goed, dan moeten we maar even kijken. Dit heb ik in ieder geval al allemaal voorbereid. De gekleurde regenboogbakjes die zijn buiten te drogen in de zon. Dus wat dat betreft kunnen de kinderen straks lekker met de regenboog popcorn aan de slag. Maar ik ga eerst even met Luxie de kinderen ophalen van school. Want het is alweer bijna tijd om ze van school te halen. Ja, wat is er? Wat is er, schatje? Oh, moet ik een beetje mee? Nou, we gaan zo even de kinderen ophalen. Zo, en we zijn weer thuis van de kinderen ophalen. Hallo, Lucilla. En Luan, ze ruiken alweer van alles, nu we binnenkomen. We gaan dus regenboogpopcorn maken, jongen. Kijk, mama heeft alles klaargezet. Dus we gaan eens even kijken of we hier wat leuks van gaan maken. En kijk, de bakjes die ik al had geverfd, de regenboogbakjes die ik al had geverfd, die zijn al droog, want het is natuurlijk super warm buiten. Dus het is al helemaal droog, dus dat komt goed uit. Ze willen al meteen beginnen. We gaan eerst eens even het mengseltje maken. En we hebben hier dus 3 kleurtjes, geel, rood en blauw. Mijn lievelingskleur. En ja, ook je lievelingskleur. Nou, eerst is er heel veel poedersuiker. Bij deze poedersuiker, kijk, zoveel zit er ongeveer nu in, een bodem. En een heel klein beetje water doen. Dan gaan we maar roeren. Klein beetje, zie je dat? Dan gaan we helemaal roeren. Zodat het en je gaat zo groter maken. Ja, roeren. Dit is een beetje wat het moet zijn. Een beetje een geleipakje. En dan moet je roeren. Kijk, ik zal het even zo laten zien. Dat is de blauw. Wauw. Zo mooi, hè? Dan wordt een blauw papje. Dan hebben we dus deze kleur. Heel mooi blauw. Lijkt wel een beetje op jouw muur van jouw kamer. Ja. Die kleur. En wat we nu dus gaan proberen, is dus een beetje popcorn pakken. Kijk, en dan de popcorn gaan we dus hierin doen. En zo krijg je dus, als het goed is, zie? Blauwe popcorn, die moet je helemaal indompelen. Mag ik een keer proberen? Hè? Ik moet ook eens proberen. Probeer jullie kleurtje ja, maar. Ik ga eerst heel veel poedersuiker erin doen. Ik doe eerst poedersuiker nog even mee. Zo, dit is nou de popcorn geworden. En die leg ik even op het bord. Kijk, op het bord. Alleen de popcorn, niet de glazuur. Grappig. Hoppatee. Kijk, en dan kan het even een beetje uitharden. Zodat het straks wat harder is en dat het niet meer zo vloeibaar is. Maar dit is nu dus de blauwe popcorn geworden. Nou, ik ga nog even wat meer blauwe popcorn maken. Maar is dit goed? Meer poedersuiker. Nou, mam, ik... Oh. Dat is veel meer. Ja. Luan die doet de gele kleurstof erin. Ja, en dan goed gaan roeren. Ik denk meer geel. Ja, doe nog maar iets meer. Streepjes lekker zakken. Geel. Was jij dat? Hey, was jij dat? Nee. Kijk, dit dat is mooi. Dat wordt mooi. Popcorn erin. Maar dit kan allemaal alleen. Zoveel als het niet. Maar wanneer kan ik trakteren eigenlijk? Twee. Morgen nee, mag je trakteren op school. Oh, cool. Dat is leuk, hè? Ja. Dat heb ik net gevraagd aan de juffrouw. Dat was goed. Dit is de gele kleur van de popcorn geworden. Wil jij de rood erin doen? Ja. Mooi. Kijk eens. Wil een beetje uit elkaar verspreiden. Nou, dat maakt niet uit. We gaan het dan roeren. Ja, oké.
Auw. Nou, gaat ie, hè? Ja, en roeren maar. Zachtjes, hè, zachtjes. Die gaan ze eruit gaan. Beetje omscheppen. Kijk, dan krijgt de popcorn een heel mooi... Het lijkt wel een beetje op roze. Hé. Hey. Kan mij een beetje helpen? Weet je waar het op lijkt? Nou? Het lijkt dat popcorn ook bloed heeft. Ja. Zo. Dan verspreiden we die een beetje. Daar zo. Ja, dat is niet erg. Zo, rood is een beetje roze geworden. Maar voor Leon is het rood, zei hij al. We zetten het heel eventjes buiten te drogen, zodat de glazuur een beetje hard kan worden. Mam, leuk dat je hem er verder vindt. Vind je dat leuk? Als de popcorn zo meteen is uitgehard, dan gaan we het husselen door elkaar heen, zodat het echt regenboogpopcorn wordt. En dan gaan we het allemaal verdelen over al deze mooie regenboogpakjes. Leuk? Dan hebben we... Zo, de kinderen zijn even in de tuin blijven spelen, want ik kreeg het net een beetje te warm. Maar ik heb ondertussen de blauwe popcorn even hierop gedaan, om even het natte echt weg te halen. En ik ga het nou even in een grote pan doen. Puur dat ik het dan goed kan mixen, niet dat ik er met de pan op het vuur ga ofzo. Maar dan kan ik het goed mixen door elkaar heen, want het wordt natuurlijk regenboogpopcorn. Ook met de gele doe ik het even. Even op zo'n velletje papier, dat ik dat onder dat sap, hieronder zit allemaal vanaf. Drappige sap, dat dat op het bord blijft liggen. En niet dat dat straks allemaal door elkaar krijgt, want dan heb je geen regenboogpopcorn meer. Hey Lucy. Lucy, sta je weer bij mama? Zo, nou, de blauwe die zat er al in. Dan gaan we de mooie rode, of roze, wat je zelf leuk vindt, erbij doen. Hoppatee. Wauw. Zo. En de gele. Die ook erbij. Wauw. Ik ga gewoon lekker zo hutselen. Om de vorm ook een beetje mooi te houden. Ah, oh, dat ziet er super mooi uit. Kijk. Wauw. En tadaa. Dit is de popcorn uiteindelijk geworden. Super mooi. Ja, het ziet leuk, er he? Opgetrokken. Uit. Super leuk uit. Alleen ik weet nou niet of ik genoeg heb voor al die bakjes. Omdat de popcorn is van dat hele luchtige is het een beetje gekrompen. Dus het is nu opeens lijkt het een stuk minder. Maar je wou er nog wat topics overheen doen. Die spekjes gewoon hier doorheen husselen. Of wil je ze later op het einde nog erop leggen? Nee, hier, want hier dit is een grotere bak. Zal ik het nou. Ja, kijk, daar gaat je regenboog popcorn. Leuk hè? Goed hoor. Doe je de deksel er eens af? Kijk, dat ziet er super mooi uit, Luan. Ja. Heel mooi. Zo, nou, we hebben alles in de bekertjes gekregen. Ja. Kijk, zo ziet het er nu uit. Echt super leuk. En we prikken het dus hier zo een beetje tussen. Ja, een beetje in het midden. Ja, een beetje in het midden kun je het neerzetten, denk ik. Dit is de tractatie van Luan geworden. Tadaa! Ja! De tractatie is klaar. Nou, Lu, ben je blij met je tractatie? Ja. Jawel, hè? Maar nu gaan we even lekker afkoelen in het zwembad, want het is super warm, hè? Ja. En ik hoor papa en Luxie al in het zwembad zitten. Zo, we hebben even allemaal de bikinis en de badpakken en zwembroek aangetrokken, want het is nog super warm. En ze zijn even aan de afkoeling en het zoeken in het zwembad. Lekker, hè, jongens? Lekker, hè? Oeh. 1, 2. Ja! Speelt. Dan ga ik toch even naar binnen. Ja? Jullie mogen nog op door blijven spelen. Heb ik even een handdoekje gepakt.
Want het is toch echt tijd om even wat eten te gaan maken in onze rotzooi keuken. Maar goed, ik ga even kijken wat we kunnen gaan eten vanavond. Ik ren weer terug. Daan is echt, oh, super schattig. Lux heeft de duikbril op. Even kijken. Wat zijn jullie aan het doen? Hey Luxie, heb je de duikbril op? Ga jij duiken? Duiken. Daar gaat ze hoor, daar gaat ze. Ja! 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 Ze vinden het zo lekker in het water, hè? Het is helemaal in een opjes in het water. Hallo, Lexie. Ja, ik zie het. 1, 2. Oeh, dit is lekker. Ja. 1, 2. Ja. Dit is wel lekker. Dus ik klap eens een duimpje. Blij. Boom. Oh, ze zit al zo lekker aan het spelen. Dat is echt mooi, die duimpjes ging net echt zo. Ja. Zo. Gaat ze in het water. Ja, zie Luxie. Goed zo. Het is nog veel te lekker buiten. Het is echt nog even de nazomer waar we nog extra van genieten. En ik denk dat ik maar gewoon even iets snel in de oven doe. Aangezien ze zo lekker aan het spelen zijn. En het een beetje laat is. Maar... even kijken. Oh nee. Dit kan ik nog wel maken. Ik heb een idee om te maken. Kijk. We hebben nog soepballetjes. En we hebben nog soepgroenten. Dus ik kan een lekker spaghetti soepje maken. Zo. Toch nog even gezond koken. Vanavond eten we de welbekende spaghetti soep. Super simpel voor degene die denken, Farah, waar heb je het over? Die misschien voor het eerst kijken. Dat maak ik echt al jaren. Dat is super simpel. En de kids die eten dat altijd op. Dus 2 liter water. Ik doe er 3 bouillonblokjes in. Laat ik het koken. Soepgroenten erin. Soepballetjes erin. En spaghetti erin. En zoals jullie horen hebben ze nog ontzettende waterpret daar in het zwembad. Dus ik ga even heel snel wat in elkaar flansen, zodat we zo meteen even lekker kunnen eten. En dan toch een beetje op tijd de kinderen naar bed doen. Want ja, morgen moeten ze natuurlijk wel weer gewoon naar school. En vroeg op. Zo, de ballende soepgroenten toegevoegd. Die is bijna klaar. Luxie is even bij mama aan het drinken. Nu aan zullen zitten we even lekker op de bank. Kindertelevisie te kijken. En dan zit papa zo aan tafel. Wij zitten uitgezwommen aan ons heerlijke bord spaghetti soep. Met lekkere soepgroentjes en gehaktballetjes. En dan gaan we lekker in een warm bad en in bed. We hopen dat jullie het vandaag weer leuk vonden om mee te kijken. Doe je onder de blauwe duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En klik ook even op ons belletje. Zo blijf je op de hoogte van onze dagelijkse nieuwe vlogs. Wij zeggen adieu met een duw. Zie je morgen weer in een vlog. Tot morgen. Tot morgen. Voeg je hart, zwom, zwom mee, wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft de tempo aan. Als je danst, zwom, zwom mee, geniet je echt het meest.